Ja, dat is nou precies de vraag die wij al heel veel binnen hebben gekregen van jou. Waarom zou ik eigenlijk gaan stemmen op woensdag 15 maart? Wij vinden het namelijk wel belangrijk dat jij gaat stemmen, maar waarom zou je nou nog moeten luisteren? Jouw stem zal tussen al die andere miljoenen stemmen namelijk niet echt het verschil maken. Maar dat betekent niet dat je gewoon lekker lui op je bank kan blijven liggen. Stemmen draait niet om jou als individu, sorry. Stemmen draait om jou als onderdeel van een groep, want jij samen met die groep kiest de leiders die je geschikt vindt om dit land te leiden. En als niemand stemt, dan zakt de democratie in elkaar en dan kun je dus niet meer lekker lui op je bank liggen. Stemmen wordt door heel veel mensen als een burgerplicht gezien. Dat is voor hen ook de voornaamste reden dat ze überhaupt gaan stemmen. Niet het verschil maken, maar die burgerplicht. Jongeren laten zich door zo'n vaag ideaal als burgerplicht niet naar de stembus lokken. Ik bedoel, kijk naar de Brexit, kijk naar de Amerikaanse verkiezingen. Toen kwamen jongeren massaal niet opdagen. Nee, dus ook als jij stemmen niet per se als je burgerplicht ziet, is het wel belangrijk dat je op 15 maart naar die stembus gaat. Door te stemmen op de partij van jouw voorkeur, wordt de groep die deze partij ook steunt groter. En daarmee dus de kans dat die partij in de regering komt ook. Denk dus niet dat het niet uitmaakt om te gaan stemmen, want elke stem telt. Heb jij nou ook een vraag voor ons? Stuur die dan naar votenu@gmail.com. Of laat een bericht achter op onze Facebookpagina Vote 2017.